SCB Bank NV streeft naar financiële inclusie door toegankelijk bankieren aan te bieden, zoals basisrekeningen voor elke Surinamer. Tijdens de United Business Fair presenteerde de bank hoe zij investeert in capaciteitsuitbreiding, modernisering van diensten en bieden van traineeschappen. Het lanceren van een modern banksysteem en het verbouwen van hun hoofdkantoor zijn onderdeel van hun toewijding aan hoogwaardige dienstverlening en klanttevredenheid. De Linse Dede Vallenweg en de Frederik Willem Vallenweg in Albina zijn bestand, geëgaliseerd en geprofileerd op verzoek van het ministerie van Openbare Werken. Het ministerie koos voor duurzaamheid met speciaal materiaal voor het bestanden van de wegen. Nu worden de zandwegen in district Marowijnen behandeld, maar minister Noor Mohammed beloofde dat alle districten worden aangepakt vanwege het veel voorkomend probleem van gebrek aan wegenonderhoud. Het Green Beauty-project is afgelopen vrijdag in Sidoregio, Nikeri, gelanceerd om milieuvervuiling tegen te gaan en burgerparticipatie te bevorderen. Sprekers benadrukten het belang van het project en riepen op tot gemeenschapsbetrokkenheid. Het project richt zich op afvalbeheer en milieueducatie voor een duurzamere toekomst. De lancering werd bekroond met de onthulling van een Green Beauty-billboard en symbolische overhandiging van schoonmaakgereedschappen.